Het is weer zover. Het is weer het einde van de week en dus weer tijd voor een nieuwe video van Vrijmibeurs, waarin we in deze week ook weer gaan kijken naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. Zo gaan we kijken naar de aankopen en de verkopen van Warren Buffett, de meest bekende belegger ter wereld wel en waar iedereen altijd kijkt wat hij doet. Dus dat is zeker interessant. We gaan ook kijken naar het recordverlies van KLM, want dat was niet zo'n best jaar het afgelopen jaar. Dat zijn de twee onderwerpen die we in deze video gaan bespreken, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog als je het kanaal wilt helpen en ook uitkijkt naar het weekend. Laten we dan beginnen met deze video met het onderwerp de aankopen en verkopen van Warren Buffett. Want hij is voor velen een voorbeeld en misschien wel, of waarschijnlijk zelfs wel, de bekendste belegger ter wereld. En ook de rijkste belegger. Hij staat op de nummer 4 van volgens Forbes met een vermogen van op dit moment net geen 93 miljard dollar. En vandaar dat er dus altijd goed naar wordt gekeken wat hij koopt en wat hij verkoopt. En afgelopen week werden er wederom transacties bekend. En daar gaan we er een paar van bekijken. Ten eerste kijken we dan bijvoorbeeld naar Apple. Hier verkocht hij met zijn bedrijf Berkshire Hathaway 6% van de aandelen. En hij heeft er nu nog 887 miljoen met een waarde van bijna 118 miljard. Dus het is echt een hele grote positie. Ook voor Warren Buffett en überhaupt dit bedrag in één bedrijf. Kijken we naar het volgende bedrijf, dan is dat General Motors, de vierde autofabrikant ter wereld op basis van productie. En hier werd de positie 9% kleiner, naar 72,5 miljoen aandelen met een waarde van 3 miljard. Hij begon met beleggen in GM in 2012 en de laatste jaren kocht hij ook nog telkens bij. Zelfs nog in het derde kwartaal van 2020, maar in het vierde kwartaal is hij dus begonnen met verkopen. En mogelijk dat hij hier ook winst wilde nemen omdat de koers van het aandeel best wel flink is gestegen in de laatste maanden. Gaan we door naar het volgende aandeel en dat is Wells Fargo, een Amerikaanse bank. Een aandeel dat hij al sinds 2001 in zijn portefeuille heeft, was ooit zijn favoriete aandeel. Maar nu is het denk ik niet meer zijn favoriete aandeel. Hij heeft nu bijna 60% van zijn positie verkocht. Waardoor hij nu nog 1,6 miljard in het bedrijf heeft zitten. En ook de volgende positie is een Amerikaanse bank. En dat is JP Morgan Chase. Ook dit, zoals gezegd, banken waren gewoon zijn favoriete sector. Maar het lijkt er dus op dat het nu niet meer is. Hij heeft inmiddels namelijk al zijn aandelen in dit bedrijf verkocht. En het afgelopen jaar waren dat zo'n 60 miljoen aandelen die hij had. En die dus telkens ieder kwartaal in stappen heeft verkocht. Gaan we door naar Pfizer. Daar was hij halverwege 2020 ingestapt. Waarschijnlijk denk ik met het vaccin in gedachten waar ook Pfizer aan het werk mee was. Maar hij was op dat moment in 4 van dit soort farmaceutische bedrijven ingestapt. Bij 3 bedrijven heeft hij zijn positie vergroot. Maar niet bij Pfizer, want daar heeft hij al zijn aandelen inmiddels verkocht. Kijken we dan naar Barrick Gold, want dat was een aparte positie. Warren Buffett was nooit zo'n voorstander van goud. Het ligt er maar en het kijkt je aan, meer niet. Dat waren eigenlijk zijn woorden. Waarbij hij eigenlijk natuurlijk wil zeggen dat het goud bedoeld is om geld te stallen. En niet zozeer om rendement op te leveren. Je kunt er verder weinig mee. Natuurlijk, het kan meer waard worden, maar het kan niet voor jou werken. En het was dan ook best wel verrassend dat toen hij vorig jaar dus investeerde in Barrick Gold. Dat werd bekend op 12 augustus, waarna de koers met meer dan 10% steeg. En als hij in ieder geval voor begin november zijn positie heeft verkocht, dan heeft hij nog winst gemaakt, want hij heeft inmiddels in het laatste kwartaal al zijn aandelen in Barrick Gold verkocht. Het volgende bedrijf is AbbVie, een biofarmaceutisch bedrijf. En we weten dat Warren Buffett interesse heeft in dividendaandelen. En AbbVie is zo'n aandeel. Op dit moment goed voor zo'n 5% dividend per jaar. En al bijna 50 jaar verhogen ze jaarlijks het dividend. Waarbij het dividend de laatste 5 jaar met 18% is toegenomen. Inmiddels heeft hij zo'n 25,5 miljoen aandelen met een waarde van 2,8 miljard dollar. Oftewel een toename van 20% vergeleken met een kwartaal eerder. Kijken we dan naar Merck, een andere farmaceutische bedrijf op het lijstje van Warren Buffett. Hier heeft hij een positie, die heeft hij uitgebreid met 28% naar 29 miljoen aandelen met een waarde van 2,4 miljard dollar. Waarschijnlijk ook mede verantwoordelijk weer het dividend, maar ook gewoon omdat ze nog heel erg goede patenten hebben op
de producten die ze hebben. Eigenlijk allemaal lopen ze door tot minstens 2022. En een van zijn populaire medicijnen die ze hebben, loopt het zelfs nog door tot 2028. Kijken we dan naar Kroger, een grote Amerikaanse supermarktketen. Hier heeft hij een positie uitgebreid met 34% naar 33,5 miljoen aandelen ter waarde van 1 miljard dollar. En ook wederom een aandeel met een mooi dividend. En ik denk een vrij veilige sector. Gaan we dan door naar T-Mobile US. Hier is zijn positie meer dan verdubbeld. Een plus van 117% naar inmiddels 5,2 miljoen aandelen ter waarde van 700 miljoen dollar. En volgens Deutsche Bank een favoriet wat betreft draadloze communicatie. Misschien denkt Warren Buffett er ook zo over, al is deze 700 miljoen maar 0,26% van zijn totale portfolio. En dan tenslotte nog twee nieuwe posities, maar dan ook gelijk twee hele grote bedragen daarbij. De eerste daarvan is Chevron, het enige energieaandeel in de Dow Jones. Gekocht op een moment waarin de sector het best wel lastig heeft zo met olie en gas. Maar mogelijk natuurlijk om die reden, omdat het eigenlijk alleen maar beter kan gaan als dadelijk eenmaal de coronacrisis voorbij is, mensen meer gaan rijden en dat soort dingen. En een aandeel wat wederom ook bekend staat om het dividend. Al 33 jaar groeit dat dividend namelijk. En Warren Buffett kocht bijna 50 miljoen aandelen met een waarde van 4,1 miljard dollar. En dan het laatste bedrijf wat ik wil behandelen is Verizon. Het enige telecom aandeel in de Dow Jones. En hij kocht bijna 150 miljoen aandelen met een waarde van maar liefst 8,6 miljard dollar. En ook dit aandeel is wederom een echt dividendaandeel, wat tegelijkertijd wel kan profiteren van 5G in de komende jaren. En wat ik eerder al zei, alles wat Warren Buffett doet, of je het nou koopt of verkoopt, dat wordt gewoon in de gaten gehouden door heel veel mensen. Want Warren Buffett is voor hun een voorbeeld en ook wij maken natuurlijk deze video er nu over. Dus wat kunnen we eigenlijk kort samenvatten van de dingen die we nu hebben gezien? Nou, ten eerste, banken waren dat eerst nog zijn favoriet. Nu heeft hij heel veel posities afgebouwd of überhaupt geen aandelen meer in bepaalde posities. En ik denk ook dat banken het erg moeilijk krijgen. Zeker nu met best wel veel risico van bedrijven die misschien nog failliet gaan, waar ze geld aan hebben uitgeleend. Lage rentes, maar zeker ook fintech. Steeds meer dingen die in de toekomst waarschijnlijk online kunnen gaan. En daar hebben dat soort bedrijven een veel groter voordeel, omdat deze banken vaak nog fysieke locaties hebben op de meest dure plekken. Dus heel veel vaste lasten ook bij deze banken. We zagen dat hij zijn positie van Apple verkleind heeft met 6%. Dat is op zich niet zo'n groot percentage, maar als je gaat kijken naar het bedrag, dan is het wel veel. Want nu is het nog 118 miljard. Het is dus meer geweest. Ik kan niet zozeer een reden bedenken waarom hij hier nu minder aandelen van heeft, omdat hij altijd best wel positief is over Apple. Al is het misschien maar gewoon om cash vrij te maken, om juist ergens anders in te stoppen. Want we zien ook dat hij eigenlijk al een beetje nadenkt aan bedrijven na de coronacrisis. Hij heeft bijvoorbeeld Chevron, wat kan profiteren van een toename van olie en gas. Zoals gezegd, zeker als meer mensen weer gaan reizen en dat soort dingen. Maar denk ook aan Verizon en T-Mobile, Verenigde Staten, US. Die kunnen profiteren van 5G in de komende jaren. En dus een paar farmaceutische bedrijven waar hij in heeft geïnvesteerd. Mogelijk omdat meer mensen nu klachten krijgen, omdat ze lange tijd thuis zitten. Dat heeft natuurlijk wel effect op mensen. Maar natuurlijk ook gewoon de vergrijzing van de bevolking. Dat is niet alleen in Europa, ook in Amerika, eigenlijk wereldwijd. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk meer mensen meer medicijnen gaan gebruiken in de toekomst. En dat kan een reden zijn dat hij juist in deze bedrijven heeft geïnvesteerd. Maar wat we vooral eigenlijk tussen al deze bedrijven wel zien, is dat hij vooral is gegaan voor het dividend. Heel veel aandelen heeft hij nu misschien verkocht, omdat die hoog gewaardeerd waren, of überhaupt de hele markt misschien wel hoog gewaardeerd is. En daar heeft hij dus verkocht en juist geïnvesteerd in dividendaandelen. Bedrijven die voor de crisis het goed deden, nu misschien wel voordelig waren om in te stappen, maar wel een mooi dividend hebben. En dat is een van de dingen waar denk ik Warren Buffett van wil profiteren. Maar iets wat ik ook al vaker heb genoemd in mijn video's, dat ik dat dit jaar juist verwacht. Dat heel veel beleggers geld gaan halen uit die aandelen die het afgelopen jaar meer dan verdubbeld zijn. En dat juist in die ondergewaardeerde dividendaandelen gaan stoppen. Om eigenlijk vermogen vast te zetten in dividend voor de langere termijn. Maar wat denk jij van de posities en strategie van Warren Buffett? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. En heb je nou aandelen die je hier hebt gezien die je mogelijk wilt kopen? Of misschien nog andere aandelen? Ik gebruik de Giro voor de meeste van mijn aandelen. Net zoals de meeste van mijn kijkers trouwens. En wil je een account openen bij de Giro en beginnen met beleggen? Klik dan op de link onder deze video. Het kost niets om een account
account te openen, maar het helpt wel het kanaal, dus dat waardeer ik enorm. En dat zorgt er ook voor dat ik in de toekomst meer van dit soort video's kan blijven maken. En wil je meer video's zien in de toekomst, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Ook dat kun je doen onder deze video. Klik op abonneren om nooit meer een video te missen. Gaan we nu door met het volgende onderdeel en dat is het recordverlies van Air France KLM. Want afgelopen week kwamen de jaarcijfers van 2020 van Air France KLM en dat was het slechtste jaar in de geschiedenis. Dus laten we even gaan kijken naar een paar opsommingen van belangrijke cijfers. Ten eerste zien we in het nieuwsbericht van de NOS staan dat het een verlies had geleden in 2020 van 7,1 miljard. En dat is dus het slechtste jaar en het slechtste jaar daarvoor was 2009 met een verlies van maar 1,6 miljard zou je kunnen zeggen. Het aantal passagiers kelderde afgelopen jaar met 67% en het vrachtvervoer daalde met 21%. Het eigen vermogen daalde van 2,1 miljard naar min 5,4 miljard, oftewel een negatief eigen vermogen. En in principe zou je kunnen zeggen dat ze failliet zijn. Dat is natuurlijk wel de vraag. Dat is het niet zo, zolang schuldeisers dat niet opeisen. En gelukkig hebben banken natuurlijk wel nieuwe leningen gegeven. Juist ook omdat de Nederlandse overheid daarvoor garant staat. En tenslotte lezen we ook nog dat de omzet halveerde naar uiteindelijk 5 miljard. En kijken we op IEX, dan zien we daar nog een bericht staan. Waarin eigenlijk staat dat marktkenners zeggen dat Air France KLM het meeste last gaat krijgen van alle grote Europese luchtvaartmaatschappijen. En dat ze ook niet genoeg geld beschikbaar hebben om dit jaar nog door te komen. En ik heb al vaker luchtvaartmaatschappijen besproken, ook zeker specifiek KLM. Zij doen het nog best wel alsof ze weer snel kunnen herstellen naar het niveau van voor de coronacrisis. Ik denk dat het nog wel een tijdje langer gaat duren. En dat het zeker zo'n jaar als vorig jaar behoorlijke impact heeft gehad op het bedrijf, op het aandeel. Wat vind jij ervan? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. En dan kun je het hebben over luchtvaartmaatschappijen in het algemeen, maar ook zeker specifiek Air France KLM. En zijn we daarmee aan het einde komen van deze video, wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie interessant vinden. Maar daarmee help je ook het kanaal, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. En wil je zelf nou geen video's meer missen, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Klik dan onder deze video op abonneren om nooit meer een video te missen. Eventueel dat je op het belicoontje klikt om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Zijn we daarmee dus echt aangekomen aan het einde van deze video. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken. Een fijn weekend en tot de volgende video.